President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag vertrokken naar Washington DC in de Verenigde Staten. Daar zal hij op 15 september als voorzitter van de CARICOM deelnemen aan een meeting tussen de vicepresident van de VS, Kamala Harris, en het Action Committee of Caribbean Leaders. De meeting zal verdere invulling geven aan gesprekken die al vanaf april 2022 plaatsvinden. Deze gesprekken moeten resulteren in samenwerkingsverbanden op het gebied van energiezekerheid, financiële ondersteuning en voedselzekerheid. Tijdens de laatste Summit of the Americas in juni heeft de VS zich gecommitteerd aan intensivering van de banden met het Caribisch gebied. Na de meeting in Washington vertrekt de Surinaamse president naar New York, waar hij de 77ste United Nations General Assembly zal bijwonen.